Mensen! Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Rutger en welkom bij deze hele speciale video. Vandaag ga ik een challenge voor jullie opnemen. Die doe ik de laatste tijd wel vaker en ik merk dat ik er ontzettend veel positieve reacties op krijg. Dat heel veel mensen daar blijkbaar toch wat aan hebben. Dus doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we na de intro beginnen. This first day, first day. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Maar wij gaan vandaag ons best doen om zoveel mogelijk kerstcadeautjes te scoren. Want we gaan kerst vieren niet alleen bij mij thuis, maar ook bij D haar huis. Ik denk dat ik deze niet meeneem. Wel de blauwe versie, want die vind ik me toch iets mooier staan. Dit vind ik net niet gewoon. Zo, dames en heren. We zijn thuis gekomen en deze heeft heerlijk gekookt. Hier staat het eten, we eten heerlijk twee ijsjes. Het staat zelfs op de grond. Oh. En hier zijn zeg maar alle cadeautjes die we hebben gekocht. En die gaan we vanavond ook nog allemaal inpakken. Ga ik ook nog allemaal laten zien. Ik zal even laten zien hoe het moet. Ik heb nog nooit, het is me nog nooit gelukt, maar ik laat gewoon in één keer zien hoe het moet. Oh. Gaat het nou zo? Oh, misschien heb ik wat gebroken. Nee, echt? Ja. Wat dan? Oh, knop hoor. Even denken, het is echt serieus 2 minuten later. Ik zei tegen Bas, fuck it, doe gewoon die camera weer aan. En we hebben heel even snel wat testjes gedaan. Ik heb even in Bas' vingers geknepen. En normaal gesproken laat je dan zo'n scheet, weet je wel. Maar het was nu om even te testen of ik niks had gebroken of zo. Maar het bonkt als een motherfucker. En zie je aan de binnenkant, dus zijn wat dingetjes open. En het doet nog steeds pijn als een motherfucker. Het is echt niet normaal. Ik weet niet waarom ik weer zo'n mongolisch doe. Maar ik dacht, het ziet er wel vet uit voor een vlog. Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vanavond organiseren we een motherfucking tuinfeest. Yeah. Wat heb je nodig voor een leuk tuinfeest, Thomas? Nou, veel mensen. Om mee te feesten. Inderdaad. Dus, hallo, Utrecht! Oké, we hebben hier een partybus staan met vlammenwerpers. En wie gaat erbij feesten? In het tutorial van vandaag laat ik jullie zien hoe je jezelf kan omtoveren tot een chocolate milk on a stick. Dus als je dat leuk vindt om te zien, dan zou ik zeker even blijven kijken. Oké, het eerste wat je doet is je ingrediënten bij elkaar zoeken. Het eerste wat nodig is chocola, dat is duidelijk. Dat is mijn favoriete primer om te gebruiken als ik wil dat mijn make-up gewoon echt heel goed blijft zitten. Die ga ik op een stomp plat kwastje nemen. Ga ik met stipjes op mijn gezicht zetten. En dan ga ik die vervagen met mijn kwast. En dan is het tijd om toe te voegen wat je maar wil. Je doet de toevoeging erbij en dan doe je er iets in, zoals een houten lepel of een houten stokje. Of een lollystokje, kan ook. Je kan er marshmallows op doen. Of gewoon heel simpel hagelslag. Slagroom mag natuurlijk niet ontbreken. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mochten jullie hem zelf nagemaakt hebben, dan vind ik het echt super cool om dat terug te zien op een foto, op Instagram of op Twitter of zo. Stuur dat vooral naar me. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Godverdomme. Sorry, Teske. Tot zover deze YouTuber Dub Smash Challenge. Het was misschien een beetje random en een experimentje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Iedereen is zo druk bezig met Dub Smash dat ik dacht, weet je wat, ik ga dat met YouTubers doen. Als je het leuk vond, vergeet dan niet even om een duimpje omhoog te doen. Want dan kan ik zien of ik dit misschien wel vaker moet doen. En als ik het vaker moet doen, laat het even weten in een reactie wie jij de volgende keer gedub smashed zou willen zien. Nou hey, bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag volgende week First Day weer. Doei! Mwah.